Heren, jullie zijn net terug van de race. Hoe hebben jullie het ervaren? Ja, dat is fantastisch. Alleen al het uitzicht. Iedereen is met zichzelf bezig, maar probeert ook te genieten van de natuur. En toch probeer je jezelf ook naar de limiet te pushen. En, ja, je moet hier onmiddellijk bij 35 graden redelijk lang klimmen. Dus je komt jezelf voor de eerste keer al eens tegen. En dan is het een beetje zoeken de positie op de fiets. En uiteindelijk ja, is het een hele leuke eerste ervaring. Ja. En het weer, hoe was het om in deze omstandigheden te moeten rijden? Ja, zwaar. Hè? Dus, het is de combinatie, de lastigheidsgraad van het parcours en deze weersomstandigheden maken het wel extreem zwaar. Maar goed, je probeert er zo goed mogelijk tegen te voorzien. En dat zal vooral de komende dagen nu wel belangrijk zijn, want vandaag proloog 26 kilometer, maar de komende dagen gaan we toch wel drie à vier keer langer op de fiets zijn. Dus dat wordt wel een issue die belangrijk is. Ja. Nou, heel erg bedankt en dan zien we ons morgen weer. Tot morgen.